Volgens mij gaan we nu een officiële handeling verrichten door wat gratis muntjes uit te delen aan de kinderen. Ik wens iedereen in Den Helder en omstreken heel veel plezier op deze kermis. De zomerkermis in Den Helder is weer van start en dit keer aan de andere kant van Willemsoord. Wethouder Kees Visser verzorgde samen met zijn zoon vrijdagmiddag de opening door gratis munten uit te delen. Bezoekers kunnen weer 10 dagen lang genieten in de botsauto's, breakdance of bij de schiettent. Ja, super. Het is weer fijn om in Den Helder te wezen. Na een coronatijd kunnen we eindelijk weer een normale kermis neerzetten. En zoals je ziet hier, alles is weer vertegenwoordigd. En we zijn blij dat we er zijn. Ja. Wel op een andere plek dan vorig jaar. Ja. Aan de andere kant van Willemsoord. Waarom? Andere kant van Willemsoord. Omdat nu de verbouwing van het gemeentehuis in volle gang is, was er niet genoeg ruimte voor de aannemer en voor de kermis om samen op één plek te zitten. Dus voor één jaartje zitten we aan deze kant van Willemsoord. Ja. Zijn er nog bijzondere attracties dit jaar? Ja, we hebben dit jaar weer de booster en de bungee. Met zo'n elastiek, met zo'n kogel, metertje 40 de lucht ingeschoten. Die hebben we dit jaar bij ons. Dat is een van onze blikvangers. En uiteraard de booster en de breakdance. Ja. Hebben jullie nog meer activiteiten rondom de kermis? Ja, we hebben nog, op donderdag hebben we nog Fright Night. Dan gaan we met allemaal figuren gieselen hier op de kermis. Ja. En we hebben nog een paar activiteiten, maar dan moet je even kijken op de site. Hey jongens, hebben jullie zin in de kermis? Ja, zeker! Ja. Ja. Welke attractie vinden jullie het leukste? Ja, ik denk Toxic hoor. Ja, ik ook. Ja, Toxic. Ja. Ben je er al in geweest? Nee, we gaan nu, Spannend! Ja, ja. Ja, gewoon die sfeer. Gewoon attracties doen. Zo. De gezelligheid. Yeah. Ja. En welke attractie vinden jullie nou het tofst? Ja, ik ben nog niet in één geweest, maar die katapult lijkt me wel cool. Ja? Mijn Toxic. Hey, hoe vaak gaan jullie heen deze 10 dagen? Nou, ik denk minimaal 5 keer, sowieso. Is het als vanouds? Want vorig jaar waren er nog een aantal maatregelen. Nee, het is weer. Het heeft wel een paar maatregelen. Er zijn wel een paar dingen uit voortgekomen door de corona dat we denken van, goh, dat is toch niet verkeerd. Achteraf. En die hebben we dus nou wel meegenomen in dit concept. Dus als het moet, kennen we ook nog coronaproof. Dus dat is ook nog een dingetje. Maar is het nou niet nodig. Dus we doen gewoon lekker ouderwets kermis vieren. Ja. Kijk jij uit naar de komende 10 dagen? Ja, zeker. Ja, vooral met dit weer. Als het een beetje zo blijft, dan hebben we niet te klagen.